Bonjour monsieur. Bonjour. Le programme de Marine Le Pen. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, Marine, elle est bien Marine. Elle est bien Marine. Et pourquoi elle est bien Marine monsieur? Parce que elle est... Mijn man was Frans. Ik heb daarna kinderen gekregen. Die kinderen worden ouder. De toekomst is hier niet goed voor ze. Je ziet dat hun schoolkameraden geen toekomst hebben. Je ziet hoe gewoon alles aan het afbreken is. Toen mijn kinderen kozen om naar het buitenland te gaan om te werken. Ja, toen was het tijd voor mij om de politiek in te gaan. Le Pen dan de oplossing? Biedt zij de oplossing door Frankrijk mogelijk uit de EU terug te trekken? Marine Le Pen biedt de oplossing in dat ze gelooft dat we onze soevereiniteiten moeten terugkrijgen. Dus ook de economische soevereiniteit, dat wij onze eigen economische politiek moeten kunnen leiden. Natuurlijk is immigratie ook een heel cruciaal probleem. Om het feit dat inderdaad natuurlijk het absurd is dat Frankrijk dit soort grote getallen van immigranten in Frankrijk kan opnemen. Ja. We hebben hier al geen banen voor onze eigen Fransen. Wat voor toekomst kunnen we die mensen geven? En wij zeggen natuurlijk ook heel duidelijk dat immigratie zonder controle aan de grenzen, zonder dat we weten wie daar binnenkomt. Ja, helaas is het inmiddels bewezen dat er met de migranten die over de Mediterranee komen, dat daar terroristen bij zitten. Ja, Frankrijk moet weer van de Fransen worden. Is dat wat Le Pen eigenlijk het hardste absoluut zegt? Het allerbelangrijkste wat een Franse regering moet doen, is natuurlijk zorgen voor het welzijn van haar eigen staatsburger. Dat hoort bovenaan te staan. En niet te zorgen dat madame Merkel daar blij wordt. Of niet te zorgen dat wat er dan of oorlogen gaan voeren die onze oorlogen niet zijn. Nee, we moeten echt weer een duidelijke Franse lijn krijgen, zoals we dat altijd hadden. En Frankrijk weer het grote land maken wat ze was. En u zegt dat kan Le Pen bieden. Denkt u dat de meerderheid van de Fransen dat uiteindelijk ook vindt? We zullen het zien. Ik denk het wel.